Beste Challenge Day aanwezigen. Ik ga jullie iets vertellen over de LTI 1.3 integratie met deep linking en grades binnen Graspel. Ik ben Thijs Gillewaard, co-founder van Graspel. We gaan het dus hebben over LTI Advantage en LTI 1.3. En we doen dit omdat dit de mogelijkheid geeft om een tool zoals Graspel te embedden binnen je LMS. En om dit te laten zien, pak ik even het raamwerk van SURF erbij. Hierin zien we allerlei integraties en standaarden en daar zien we ook in het groen de LTI-standaard aangegeven. En we zien Graspel binnen het LMS. En dat is precies wat de LTI-standaard toevoegt, is namelijk dat je tools zoals Graspel niet meer buiten je LMS, maar rechtstreeks binnen je LMS kan laten zien aan de studenten en docenten. Nou, wat voegt Graspel dan precies toe aan je LMS? Nou, in het kort is Graspel een gebruiksvriendelijk oefen-, maak- en toetsplatform gebouwd op open oefeningen, met name voor wiskunde en statistiek. Maar er zijn ondertussen veel meer toepassingsgebieden, want eigenlijk alles wat met cijfers te maken heeft, kan gebruikt worden. Bijvoorbeeld ook natuurkunde, finance, economie en onderzoeksmethoden. Het woord Graspel bestaat uit twee woorden, namelijk grapple en grasp. En wat we eigenlijk zorgen is dat studenten die ergens mee worstelen, het beter gaan begrijpen door actief te oefenen met de lesstof. Dit wordt ook ondertussen gedaan bij ongeveer de helft van het hoger onderwijs in Nederland. En al meer dan 17 miljoen antwoorden zijn gegeven via ons platform. Maar terug naar die integratie. Want waarom zou je eigenlijk willen integreren? Nou, je wilt integreren omdat je de toegankelijkheid zo groot mogelijk wil maken. Oftewel de drempel voor studenten om aan de slag te gaan met oefenstof en actief te interacteren zo laag mogelijk te maken. Je wilt wel tegelijkertijd zorgen dat de docent in controle is, zodat die precies kan selecteren welke inhoud op welk moment aan de student getoond wordt. Dit wil je allemaal doen op een veilige manier met een goede authenticatie- en autorisatiemethode. En als laatste wil je automatisch data en cijfers terugsturen naar je LMS. En niet via bijvoorbeeld handmatige exports. Nou, welke integraties zijn er dan bijvoorbeeld nu al beschikbaar in Graspel? Nou, dat is de LTI 1.1. Ook met deep linking en ook met een gradebook integratie. En dit wordt ook al gebruikt in alle grote LMS'en. Ja, dan denken jullie misschien, waarom dan 1.3? Om daar eigenlijk iets over te zeggen, wil ik jullie graag eerst even kort schetsen wat nou precies LTI 1.3 en LTI Advantage is. LTI 1.3 en LTI Advantage zit als volgt. LTI Advantage bestaat uit LTI 1.3. Namelijk LTI 1.3 is de basis waarop alles gebouwd is. Deze basis zorgt voor een veilige manier van authenticatie en autorisatie. En LTI Advantage bouwt daar bovenop met extensies, zoals deep linking en assignment en grade service. En deze extensies zullen in de toekomst verder uitgebreid worden. Nou, waarom dan LTI 1.3 en Advantage specifiek? Nou, dit zijn eigenlijk de voornaamste redenen om daarnaar te gaan kijken. En heel belangrijk daarin is veiligheid. Namelijk, het heeft een veel modernere authenticatiesysteem, namelijk OAuth 2 in plaats van OAuth 1. Daarnaast heb je dus die services, zoals de assignment and grade service, deep linking en ook de names and role provisioning service. En deze worden in de toekomst verder uitgebreid. En dit alles wordt aangeboden in een modulaire structuur via deze standaard. En daarmee kunnen wij zorgen dat er een integratie komt die jullie als instelling veel meer controle geeft over wat je wel en niet wil integreren. Dan vervolgens, om dat even wat concreter te maken, wat zou je dan precies van Graspel kunnen integreren? Nou, wat je daarvan kan integreren zijn eigenlijk de volgende punten. Namelijk, je kan zorgen dat je docenten samen kunnen werken aan oefeningen binnen je LMS. Vervolgens kunnen zij die gaan aanbieden aan hun studenten, zodat die studenten actief en persoonlijk kunnen leren in een bekende omgeving. Als laatste kan je daar dan vervolgens als docent bruikbare inzichten uithalen die je in je college kan toepassen of bijvoorbeeld om persoonlijke hulp te bieden. Het tweede punt wat je kan integreren zijn op afstand summatief toetsen voor wiskunde. En dit gebeurt dan natuurlijk op een betrouwbare en veilige manier met eventuele optionele integraties. Dit alles wordt geïntegreerd op een manier waarbij we ook zeker veel aandacht spenderen aan de user interface. Het is namelijk heel belangrijk dat voor de student en docent het heel makkelijk voelt om te werken in het LMS met de extra integratie. Hier hebben we aandacht aan gespendeerd om te zorgen dat het een neutrale interface is die voelt alsof het een echt onderdeel van je LMS is. En op deze manier kan je studenten laten oefenen met wiskunde en statistiek met directe feedback.
En het laatste punt waar ik het nog even over wil hebben voordat we naar de live demo gaan, is over de data. En dat is zeker ook niet het minste punt en daar wil ik zeker even bij stilstaan. Welke data wordt dan precies uitgewisseld en hoe bepalen we dat? Nou, de belangrijkste filosofie hier is altijd de minimale benodigde data. Nou, in dit geval is dat vanuit het LMS hebben wij het naam, e-mail en rol nodig. En wat we terugsturen naar het LMS zijn de cijfers van bijvoorbeeld de oefentoetsen. En dit is allemaal gemaakt op basis van de filosofie dat de data van de instelling is, of van de student afhankelijk van de afspraken, dat wij heel transparant zijn over welke data we verzamelen en ook juist met welke doelen we die verwerken. En als laatste dat we dit aanbieden in een modulair systeem. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat het studentnummer door sommige universiteiten wel wordt verwerkt binnen Graspel en bij anderen niet. En dat kan ook. Nu wil ik graag overschakelen naar de live demo om juist te laten zien hoe deze integratie dan daadwerkelijk uitziet. Hier zien we de canvasomgeving van SURF. En hier staat al in een wiskundevak een module gelinkt via de deep linking methode van LTI 1.3. En die kunnen we hier zien. Ik ben nu als docent ingelogd en ik kan dus ook even kijken hoe werkt deze link precies. In dit geval linkt deze link naar de module van week 2 waarin de docent oefening heeft klaargezet voor de student om mee te oefenen. Nou, nu laat ik hier gewoon even zien een aantal voorbeelden van dit soort oefeningen, waarbij de simpelste bijvoorbeeld is een wiskundeoefening. In dit geval kan je zien dat er een wiskundig systeem achter zit die ook deze wiskunde kan begrijpen en niet alleen maar kijkt naar een precieze match. Wat we hier zien is bijvoorbeeld dat het goede antwoord 6x kwadraat is, maar dat 6x maal x ook goed wordt gekeurd. Nou, en je kan veel meer doen met ook specifieke feedback en bijvoorbeeld automatisch gegenereerde plots. En dat kan je hier ook zien als ik bijvoorbeeld een antwoord geef wat niet correct is. Dan kan ik dat antwoord aan de student teruggeven, maar dan in een visuele manier. Zoals ik hier zie het antwoord van de student. Nou, en zo kan je nog veel meer doen, zoals lineaire algebra. Maar ook bijvoorbeeld parametrisatie van specifieke parameters, waardoor deze parameter elke keer anders is voor iedere student. Dus dat was in het heel kort even hoe dan de deep linking ervoor zorgt dat je binnen het LMS direct je student kan laten oefenen. Maar we hadden het ook gehad over de gradebook integratie. Nou, in dit geval ga ik dan een toets aanmaken. Dat is bijvoorbeeld de week 1 test. En die ga ik vervolgens linken. Nou, dan op dit moment, dit is dus de deep linking methode die je nu in zijn werk ziet. En wat die kan doen binnen Graspel is dat je als docent uit jouw cursussen die jij zelf hebt samengesteld, bijvoorbeeld toetsen kan selecteren. Nou, in dit geval kies ik voor de graded test van week 1, wat een zelftoets is voor studenten om mee te oefenen. Vervolgens heb ik nu deze ingesteld en kan ik dit publiceren, zodat de student mee aan de slag kan. Nou, dan switch ik even naar de student. Dus op dit moment gaan we even kijken naar de student. Dus hier ben ik nu in dezelfde cursus als dat ik net zat, maar nu ben ik ingelogd als student. Dan zie ik bij de assignments, zie ik inderdaad de assignment staan die net gelinkt is. En daar ga ik dan ook mee aan de slag. En dit kan ik dus direct in het LMS doen, waardoor ik als student niet ergens anders naartoe hoef te gaan of weer opnieuw hoef in te loggen. Nou, dan heb ik hier bijvoorbeeld een vraag. En in dit geval doe ik even één antwoord correct. En vervolgens skip ik de andere. En wat je nu ook ziet, is dat je bijvoorbeeld nu geen feedback krijgt omdat dit een toets is. Maar aan het einde kan je als docent instellen wat voor feedback je geeft. Dus je kan de score laten zien of juist niet. En je kan ook aangeven of je wil dat ze door de antwoorden heen kunnen gaan met ook bijvoorbeeld feedback over wat het juiste antwoord was geweest. Maar interessanter is natuurlijk, oké, is deze grade nu ook teruggestuurd naar het LMS? Nou, en dan ga ik naar de grades als docent. En dan kan ik daar kijken welke grades mijn student nu gehaald heeft. En inderdaad, daar zie ik nu de hoogste grade die de student tot nu toe gehaald heeft op deze toets. En hierbij kom ik aan bij het laatste punt van de LTI-integratie. Namelijk dat je alles wat je ziet kan aanpassen als docent. Dus je kan op ieder moment in de LTI-integratie ook drukken op edit, waardoor je in je LMS de wiskundige opgave kan aanpassen. Nou, en hierin kan je alle tekst aanpassen, maar ook heel makkelijk wiskunde typen en natuurlijk de specifieke feedbackregels programmeren met behulp van ons computeralgebra systeem. En hiermee kan je specifieke feedback geven op bepaalde type antwoorden van studenten. Je kan daarmee dus ook toegang krijgen tot het computeralgebra systeem door parameters te genereren waarmee je vervolgens deze oefening definieert en iedere student een unieke oefening geeft. En dit alles samen zorgt er eigenlijk voor dat je een community in je LMS krijgt.
Je kan je docenten samen laten werken aan persoonlijk en interactief onderwijs. En dat kunnen ze doen door hergebruik te maken van alle open materialen die in Graspel gedeeld worden over alle instellingen heen. Of door bijvoorbeeld zelf materiaal te maken als docent. En als je zelf materialen maakt, dan kan jij ook bepalen met wie je dat deelt. Dat kan zijn alleen binnen je cursus, maar dat kan ook zijn met iedereen ter wereld en alles wat daartussenin ligt. En hiermee concludeer ik eigenlijk het stuk over de LTI Advantage integratie, hoe dat werkt binnen je LMS en hoe dat ook combineert met Graspel om extra dingen toe te voegen. En op deze manier proberen wij docenten te helpen om samen te werken aan open, schaalbaar en persoonlijk onderwijs voor iedereen ter wereld. Dank jullie wel voor het kijken.